Hi, welkom en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe mannenhaarknip video van Dazzling Beauty. Simon was niet zo blij met zijn lange haar. Hij wilde het graag nog een stuk korter. Het is geen opgeschoren kapsel zoals je in deze video kunt zien. Bij Simon heb ik de nekpartij wel kort gemaakt, maar het is eigenlijk kort gedekt. Zoals je ziet, ik kan het haar nog beetpakken. Met zo'n kapsel kun je ervoor kiezen om de zijkanten net zo kort te maken als de achterkant. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb de zijkanten iets langer gehouden, zodat je dat een beetje achter het oor kan dragen. Of een beetje zo schuin over het oor heen. Beetje die soort surflook. Simon's haar is een beetje stug, dus dit valt niet heel erg soepel. Maar je kunt wel de vorm zien. Zoals je ziet zijn de bovenlagen ook wat langer gebleven. Nou, dit kun je allemaal naar achteren dragen. Je kan dit in een lok dragen. Het is ook maar net hoe jouw haar valt. Met wat gel lekker een beetje scrunchen, zodat het een beetje wild gaat zitten. En wat je goed kan zien in dit model, is dat ik het echt vierkant heb gehouden. Dus geen ronde vormen zoals je bij dameskapsels knipt. Maar bij herenkapsels knip je het echt wat vierkanter, wat hoekiger. De zij- en achterpartij zijn beide in afnemende lagen geknipt. De bovenpartij, die is in gelijke lagen geknipt. Hoe ik dit precies heb gedaan, dat ga ik nu aan je laten zien. Ik begin in de nekpartij. En we gaan het haar niet opscheren, maar kort gedekt knippen. Het kortste punt valt iets langer dan de contourlijn in de nek. Ik begin dus eerst hier onderaan om hier goed de lengte te bepalen. Om nu een goed overzicht te houden, ga ik het haar eerst afdelen. Ik heb eerst even de bovenpartij afgedeeld, zodat ik veel makkelijker de zij- en achterkant kan knippen. De nekpartij wil ik vrij kort knippen. Niet opgeschoren, maar echt kort op de vingers geknipt. Dit doe ik in afnemende lagen, zodat het kortste punt in de nekpartij zit. De achterpartij ga ik dus in deze lijn knippen. Dit doe ik totdat ik bij dit punt aan ben gekomen. Het punt wat achter het oor loopt. Want de zijpartij, die ga ik dan straks weer apart knippen. En dan kan ik het vervolgens mooi op elkaar aansluiten. Ik maak een middenscheiding. Nou, je kunt ervoor kiezen om het haar ook hier weer af te delen met wat klemmen. Ik doe dat niet. Zoals je ziet. Vanuit die middenscheiding trek ik een diagonale lijn naar beneden. En dan ga ik deze partij eerst knippen. Ik begin bij het baantje in het midden. En hier ga ik mijn lengte bepalen. Nou, het haar in de nekpartij mag best wel kort. Je kan ervoor kiezen om de vingers strak tegen de hoofd aan te zetten. Maar zo kort hoeft het van Simon nu ook weer niet. Dus ik blijf daar iets vanaf. Zo zit er ongeveer nog een ruime centimeter tussen de hoofdhuid en mijn vingers. Je ziet dat ik een schuine lijn aanhoud in de afnemende laagtechniek. En de gidslijn is bepaald. Nu pak ik een stukje naar de zijkant erbij, weer in een diagonale lijn. En als het goed is, zie je die gidslijn eronderuit komen. Trek de haren recht uit de huid, maar houd mijn vingers in de afnemende lijn. Ik zie de gidslijn er doorheen schijnen en ik knip de overige haren af. Het is belangrijk dat je met het model meedraait, anders krijg je andere lagen. Zoals je ziet heeft het echt een afnemende lijn in de nekpartij. Dit doe ik natuurlijk ook aan deze kant. Ik pak ook weer wat haar
van het midden, van het stuk wat ik al heb geknipt. Want dan zie ik heel goed mijn gidslijn er doorheen schijnen. Vervolgens ga ik deze bovenlaag hierop aansluiten, ook weer in de afnemende lijn. Ik begin weer in het midden. Ik zie hier het punt van mijn gidslijn. En ik knip in de afnemende lijn het haar weer af. Vervolgens ga ik de contourlijn in de nekpartij netjes afknippen. Ik zorg ervoor dat ik aan de zijkanten die mooie hoekige vorm behoud. Dan gaan we verder met het knippen van de zijpartij. Ik neem weer diagonale lijnen op en zoals je ziet heb ik van de achterpartij een stuk van de gidslijn bij deze pluk gepakt, zodat ik goed de lengte kan bepalen. Ik werk dus van achter naar voren toe, zodat ik altijd goed de gidslijn kan blijven volgen. Zoals je ziet houd ik mijn vingers heel goed in de afnemende lage stand. Aan de zijkant knip ik de contour ook in een mooie recht strakke lijn. Geen ronde vormen, zoals bij dameskapsels. Hetzelfde doe ik ook natuurlijk aan de andere kant. Ik volg mijn gidslijn en knip in afnemende lagen de zijpartijen wat korter. Ook aan deze kant zorg ik voor een mooie strakke contourlijn. Hoekig, niet te rond. Het is belangrijk dat je het haar goed blijft kammen, zodat je goed vanuit de valling van het haar knipt. Dan wordt het tijd om de bovenpartij te knippen. Om de bovenpartij te knippen maak ik eerst een middenbaan. Daarbij zie je dat ik vanaf de kruin al een gidslijn heb van de al eerder geknipte achterpartij. Deze lengte hou ik aan en vervolgens knip ik de bovenpartij in gelijke lagen door middel van de inkniptechniek. Om de bovenpartij goed aan te sluiten op de achter- en zijpartij maak ik een middenscheiding. Mijn gidslijnen zijn dus de middenbaan van de bovenpartij en de al reeds geknipte achterpartij en zijpartij. Wat hier tussenuit komt
knip ik door middel van de inkniptechniek af. Zoals je ziet maak ik een soort diagonale lijnen naar beneden in een kruisafdeling. Ik trek het haar goed recht omhoog vanuit de hoofdhuid. En heel duidelijk zie je hier dus mijn gidslijnen lopen en kan ik de rest afknippen. En dit doe ik natuurlijk ook aan de andere kant. En dat gaat eigenlijk precies op dezelfde manier. Goed mijn gidslijnen zoeken en door middel van de inkniptechniek afknippen. Nu heb ik alleen de voorpartij nog te knippen. Deze ga ik aansluiten vanaf de al eerder geknipte contour aan de zijkant. Dit doe ik in een rechte lijn naar de andere kant toe. En hier maak ik ook gebruik van de inkniptechniek, zodat die lok wat soepeler valt. Goed kammen hoe het haar valt. Controleer tussendoor ook eventjes of alle zijkanten gelijk zijn en je bent klaar om het haar te gaan stylen. Ik föhn het eerst even en werk het af met een stylingsgel. Een mannenkapsel, kort gedekt aan de achterkant, met langere lagen aan de zijkant en bovenpartij. Zoals ik al vaker heb gezegd, onthoud goed, het kappersvak is een vak apart. Mocht je dit zelf thuis willen doen, houd er dan wel rekening mee dat het misschien niet helemaal zo gaat zoals ik het doe. Ik hoop dat je het leuk en leerzaam vond om deze kniptutorial te zien. Geef deze video wat liefde door een duimpje omhoog te doen. Vergeet je niet te abonneren op het YouTube kanaal van Dazzling Beauty als je dat nog niet had gedaan. En dan zie ik je heel graag weer in een volgende video. Be dazzled! Doei!